In a basement where the belongings of Mrs. Ottilie Moore were stored, paintings by a young Jewish artist named Charlotte Salomon are found. Charlotte hid and painted in this region in the last years of her life during World War II. Charlotte's most significant work is an autobiographical dramatic play called Life or Theater. Toen ik het werk van Charlotte Salomon zag, was het liefde op het eerste gezicht. Wat voor mij zover betekent als dat ik al snel begin te denken hoe ik het kan verfilmen. Whatever happens to me, my love, I want to be able to tell you about it. Tijdens de voorbereiding van de speelfilm kregen we een brief onder ogen met het verzoek de inhoud hiervan niet in de speelfilm te gebruiken. Een deel van de originele brief die we destijds hebben overgetypt is verdwenen. I knew there were pages missing because it ends in the middle of a sentence. Ich muss zurück zu. En daar stopt het. En dit is de hele brief. Zum Leben, zu meiner Arbeit, zu meiner Glück. De rol van Charlotte in de film werd gespeeld door de 23-jarige actrice Birgit Doll. Ik heb haar gevraagd om 30 jaar later met ons naar Villefranche-sur-Mer te gaan om daar de gecensureerde bladen te lezen op de plek waar alles zich in werkelijkheid heeft afgespeeld.